De manier waarop ze te werk gegaan zijn, dat slaat alle verbeelding. Ik heb er dingen gezien wat een kind eigenlijk niet hoeft te zien. Als ik het in één woord moet zeggen, hè, totaal machteloos. Ik zie altijd bloed. Bloed, 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 bloed. Welkom bij Telefacts Crime. Hier in Aalst werden op 9 november 1985 8 mensen koelbloedig vermoord. De feiten mogen zich dan wel 25 jaar geleden hebben afgespeeld. Er duiken nog steeds nieuwe sporen en getuigen op die het onderzoek vooruit kunnen helpen. We tonen u nu nieuwe elementen en details die aantonen dat de laatste 30 uur van de bende cruciaal kunnen zijn om deze zaken eindelijk op te lossen. Basis van de bende geweest. Hè? Alles vertrekt hier en alles eindigt hier. Ja, dat klopt. Dus we hebben hier het eerste punt in dat Bordelaisier. Rekening houdend met de tijdslijn van de 30 uren, denken wij dat het plausibel is dat die man, dus die getuige, gewoonweg de daders gezien heeft voordat de feiten gepleegd worden. En dat dus de daders vertrokken zijn vanuit het Bordelaisier om de overval te plegen in Aalst. Zaterdagavond is eigenlijk altijd verder de drukste dag dat je kunt hebben voor de Delhaize. Vertoet s'avonds. Dus de parking die stond heel vol. En we hadden nog een plaatsje gevonden eigenlijk tegen de muur van achter. We zijn uitgestapt. De karretje genomen. We zijn naar beneden gestapt. De Delhaize binnen. En daar heb ik tegen mijn moeder gezegd, zeg maar, ik ga hier wat rondkijken naar dat speelgoed dat hier staat, want dat stond van voren aan de inkom al. En dan ga ik hier een beetje aan de trek met de boekjes, een paar stripboekjes lezen. En doe maar teken als je terug bent. We hebben een tweede getuige dus, die wenst de ruit af te kuisen dus van een Golf GTI die staat te wachten voor het benzinepomp, maar zonder te tanken. Wanneer hij aan het voertuig aankomt, wordt hij weggestuurd en het voertuig rijdt weg. Er is één getuige die gezien heeft dat er over de middenberm een gewapend persoon oversteekt naar het benzinestation. Rekening houdend met die eerste getuige. Denken wij dat dat effectief de daders waren die daar misschien afspraak hebben gemaakt of wel daar aan het wachten waren omdat het moment er nog niet was om de overval te plegen? Goedendag. Was er ook een met meisjes? Ja, meneer. Die avond was er een personeelsfeest en iedereen was blijgezind. De meesten hadden hun feestkleding al aan. De sfeer is ontspannen. Hè. Iedereen verwacht dat feest. Nee, dat is elk jaar heel tof geweest. Maar niemand had ooit verwacht dat zoiets zou gebeuren.
En opeens viel mijn aandacht van een golf waarin een man met kaal hoofd gebogen in lag. En dat viel zo op, hè, dat was een gedachte van mij, zo, waarom doet hem dat? Hè? En dan heeft de chauffeur van die golf naar mij gekeken. Maar die was verbaasd zo. Die had zo'n blik. Zo een scherpe blik. Wat doet die nu? Die is ons aan het bespieden. Je kunt het nu raar vinden. Maar als ik die mensen voorbij ging, is er een stilte over mij gekomen. Dat vergeet ik niet. In het begin was dat zomaar vaag, maar hoe meer dat ik dat zag, hoe meer dat ik mij concentreerde op die enkele persoon waar ik eigenlijk moest iets van gezien hebben. Daar zaten ook drie man in. Twee van voor en een jongere van achter. En die keek altijd naar die golf. Die was altijd maar aan het kijken naar die golf. Die praten onder elkaar. Maar die waren blijkbaar samen. Met Radio Mi Amigo. Het is om een plaatje aan te vragen voor de bende van Hofstade. Ja. Vanwege de bende van Nijvel. Ja. We willen graag de Marlets horen met de voet naar Scherpenheuvel. En liefst draaien voor 7:15. Het liefst precies om 7:15. En zeker niet later, hè. Anders is het te laat. Ik mag er toch op rekenen. Komt in orde. Een beetje voor sluitingstijd. Hebben de boodschappen gedaan. Ja, dat was dag nadien Sint Maarten. Dus we gingen verwend worden. Snoep, lekker eten. Geel de kar vol eindelijk. Ik weet nog dat we bij de platen kwamen. Ik zag daar Michael Jackson. Ik denk Thriller. De plaat Thriller. En ik wou die plaat echt hebben. Maar zegt ze, ja, morgen komt Sint Maarten. Ik kan niet alles en dit en dat. Dus dat weet ik nog. Ik weet ook, we gingen kip eten. De dag nadien, dat weet ik ook nog. En de kar was echt afgeladen vol met snoep en van alles en nog wat. Want ja, we waren in opperste stemming. Mijn taak die avond was dus het geld afnemen van de kassiersters. Omdat er maar een bepaald som mag inzitten. En dat tel. Ik ga naar daar. De kassierster die geeft mij een blauwe ballon. Alsjeblieft. Dank u wel. Met het embleemje op van de lijst, zo dat leemje. Op die moment, dat we aan de kassa vertrekken, zeg ik, ik ga met die kar rijden, ik ga met die kar rijden. Maar die zat goed vol, hè. Dus dat was een gewicht en ik duwen. Ik draai op de parking, naar linksaf, moeder naast mij, horen we een lawaai achter ons. Ik zeg, wat is dat? En ik kijk en ik zie eigenlijk mijn vader en mijn zuster daar staan. En voor hun staat er eigenlijk een grote persoon. En de eerste reactie was, wat gaat hij nu doen? Wat is dat de bedoeling van? Dan zit al te denken, in die paar seconden is dat carnaval of
wat is dat? En op die moment stapt mijn zuster naar voren en die doet ze maar hand zo van, hé, niet schieten, dat is mijn vader. En op die moment dat ze dat zegt, schiet hij wel. Nee, niet doen, dat is mijn papa. Papa! Lopen, David, lopen! Wat mijn moeder mij het laatste is gewoon loopt. Dat was het enige dat er nog uitkwam. Het was geen tijd. Mijn vader heeft niks meer kunnen zeggen. Behalve eigenlijk die kreet van pijn dat hij uitsleeg. En mijn zuster heeft nog gewoon gezegd van stop, niet schieten, dat is mijn vader. Dat zijn eigenlijk de laatste woorden dat ik van hun nog herinner. Als wij aan de, bijna aan de uitgangsdeur waren eigenlijk, hoorden wij roepen en tieren. Als kind dacht ik toen ruzie onder volwassenen of allee, dacht niet direct een overval. Maar toen er een raam kapotgeschoten werd, een paar meter van mij vandaan, dan wisten we eigenlijk dat er iets aan de hand was. En op die moment ligt er een vrouw en die beginnen ze eigenlijk met haar recht te trekken. En ze schuppen op haar. Dan moest ze weer gaan zitten. Moest ze weer recht staan. Eigenlijk marteling. Ik zat op het bureau. Ineens hoor ik... Gelijk op dat je zou zeggen, flessen die van een bandrol tegen een kant zo. Maar nog belangen niet het gedachte van ja, de bende van Nijvel. Toen wij op de grond lagen en er werd geschoten, heb ik mijn hoofd opgericht om rond te kijken wat er gebeurde. En dan deed hij tekens naar mij van dat ik terug naar beneden moest kijken. Dus dat hij er niet mee opgezet was, deed gebaren naar mij. Couché, sinon! Als kind weet je wel, er is iets erg aan de hand, want je voelt de paniek, je voelt de schrik eigenlijk, die is bijna tastbaar. En op die moment gijzelen ze eigenlijk die filiaalhouder en ze dwingen hem van de kassa's open te maken. Die persoon die leefde in doodsangst. Hè. Als jij een overvaller binnenkrijgt en die zit die revolver op je slaap, dan kun je misschien nog denken op die moment van, ja, ga misschien toch niet schieten, en ga mij laten leven, het is alleen voor het geld. Maar als je daar juist ziet wat die man allemaal aanricht en op wat manier, en dan zitten ze dat op je hoofd, dan denk je echt wel van, ja, moet niet twijfelen, ben er hier ook geweest. Wiet! Allee! Ja, en daar zit je dan, hè. Die gast begon te roepen hè, en zeggen, l'argent, le coffre. Ja, oké. Okay. Goedenavond, meneer de politie van Aalst. Zou ik uw identiteitskaart, uw rijbewijs en de boorddocumenten van het voertuig kunnen zien, alstublieft? Ja, mijn collega en ik waren dus op patrouille in de binnenstad van Aalst aan een bankfiliaal. Hadden wij een verdacht voertuig opgemerkt. Ik moet zeggen, wij zitten in de periode ook van de CCC-aanslagen, bankfilialen, overheidsgebouwen die geviseerd werden. Wij moesten ook opletten en het was op dat moment dus bij die controle dat wij de melding kregen dat er dus een overval aan de gang was op de Delhaize.
ogen. Overval de Leijze Parklaan. Ik denk dat het heel kort maar bondig was aan de patrouilleploeg. Binnenkomen tegen de muur, wapengericht naar mij, onmiddellijk dus die vragen stellen van L'Argent, Le Coffre. Ja, en daar sta je dan. Hè. Ondertussen werd er geschoten. Een geluk, denk ik, door het feit van dat feest. Ik had nieuwe schoenen aan, met leren zool. Er waren flessen gevallen met water en ik rit onderuit. De deur! Ja, had ik niet onderuit gegaan, hè, ja, dan spraken ze van mij niet meer. Mensen, wat zijn die nu aan het doen? Dat is hier toch... Je kunt je dat niet voorstellen. Ik zeg maar, ik ben hier aan het dromen. Hè. Dat is hier niet echt. Ik droom. Ik moet hier uit. En dan hoor je toch die schoten voortgaan en dat geroep en dat getier. Die nevenvaller komt naar mij. Hij pakt die een tweeloop. Met een heel krom afgezaagde loop. En die mikt op mij. En ik zeg, wat gaat er nu gebeuren? Op het moment dat hij voor mij staat en hij wil op mij schieten, zie ik een grijns op zijn gezicht. Op dat moment schiet hij gewoon. En ik krijg het schot eigenlijk ter hoogte van mijn heup. En ik zeg, ik voel de warmte aan mijn hand. Ik zeg, wat is dat? En ik hef mijn hand op en ik zie dat blauw ballonnetje dat ik gekregen heb eigenlijk van de kassierster. Dat er het bloed afdrupt en gans mijn arm vol bloed. En dan dacht ik van, ja, ik heb het zitten. En het naar buiten komen, vroeger had je schuifdeuren en mijn meter lag voor die schuifdeuren. Die schuifdeuren die wilden niet volledig open gaan. Dus ze konden eigenlijk niet naar buiten, ze bleven voor die schuifdeur staan. Op die moment hebben ze een ride gun tussen de schuifdeuren gestoken, die open en dicht gingen op die moment. En hebben ze met een meter vermoord. Dus hebben ze eigenlijk van een meter afstand, halve meter, hebben ze uitgehaald. En hebben ze eigenlijk de nek, de hals van mijn meter kapot geschoten. Dan heb ik Marijn geroepen. Iedere keer als het hart bonsde, kwam eigenlijk het bloed als een fonteintje uit de holte van haar keel gepompt. Dat zijn beelden, dat blijft altijd bij. Dat is een film.